De Paramaribo Focus Lions Club PFLC heeft vandaag een educational mini-fair gehouden in de congreshal. Shefani Finn, president van de PFLC, zegt dat tijdens deze educatieve mini-beurs leerlingen op leuke en creatieve manieren kennis is bijgebracht over vier van de vijf aandachtsgebieden van de Lions Club International Foundation. De beurs was bestemd voor leerlingen van de vijfde klas van vijf basisscholen. We weten de Angelique Burgerschool, OS Vlijt 2, OS Ballona, um, en dan hebben we ook nog um, twee andere scholen. We gaan ongeveer 250 leerlingen hebben vandaag hier, en we willen graag ze meer awareness bijbrengen over vier Lions focusgebieden. Die gebieden zijn honger. In verband met honger hebben we een sessie met ze georganiseerd. waarbij ze een zaadje zullen planten en zullen leren hoe ze het zaadje moeten onderhouden. Voor environment hebben we op bezoek de Magroven Rangers van Coroni. die eigenlijk op een heel Surinaamse manier. willen aangeven waar we, waarmee wij te kampen hebben in Suriname. op het gebied van environment. En daarover kunnen ze ook informatie krijgen. Ook over childhood cancer krijgen ze informatie van het AZP. En uiteindelijk doen ze ook een dansworkshop. En krijgen ze informatie over diabetes en om een gezonde levensstijl in acht te nemen. De leerlingen delen heel spontaan mee aan alle onderdelen en genoten zichtbaar van het gepresenteerde. De Paramaribo Focus Lions Club heeft voor de eerste keer deze miniburs gehouden en is zeer tevreden over de participatie van de leerlingen. Volgens het bestuur kan hetgeen vandaag is aangeleerd thuis toegepast worden. De Lions Club zal deze activiteit evalueren. Echter ligt het in de bedoeling deze educational minifair volgend jaar weer te organiseren.